Welkom, sneak peek, voor tocht nummertje 25 in Leidendorp. Nou, zoals u hier ziet, geweldige gemeenschappelijke binnentuin. Maar het gave dit appartement is ongeveer 150 vierkante meter, gesitueerd op de vijfde en de zesde etage. Dus eigenlijk een soort penthouse, maar dan wel mezzanette. En dat uitzicht straks, dat is helemaal te gek. En er zit ook nog een parkeerplaats met een garage bij, daar ga ik u zo van mee naartoe nemen. Dit moet u echt zien. Wil u gelijkvloers en ruimte? Dan moet u echt hier zijn. Loop lekker met me mee. Dus hier heel eventjes naar boven toe. Zo groot is het dus, hè? Dus de achterkant, ook daar ziet u het bord, hoort erbij. Leuk is, dit is de garage. Gigantisch droog, groot. 6,75 bij 3,30, dus dat is echt een grote garage. Met natuurlijk een ook gelijk parkeerplaats hier voor de deur. Maar we gaan via die kant, gaan we lekker naar binnen. En welkom, zo, welkom op de vijfde etage. Nou, zoals we net eigenlijk beneden al zeiden, dit is dus het uitzicht wat u in de woonkamer, in de keuken, hier op het portiek heeft. Is toch geweldig. Dat is echt, echt super. Ik neem hem mee naar binnen. Maar ik loop de jas uit. Zo. Kom lekker verder. Nou, vijfde etage. Kom lekker binnen zo in de hal. Meterkast natuurlijk hier. CV-kast zit hier. En hier hebben we aan de achterkant de eerste, ja, grote slaapkamer. Het is niet de grootste, maar het is wel een grote slaapkamer. Met gelijk aangrenzend de eerste badkamer. En mensen die slecht op de been zijn, zoals u ziet, de ruimte is gewoon goed daarvoor. Grote douche, breed bad met daarachter een wastafel met een meubel. En weer terug in de gang. Dit is de trapkast met de eerste wasmachine aansluiting. Hier heb ik al gezegd, hier zit de cv-ketel. Eerst het toilet. En natuurlijk hier de hele toegang naar boven, maar daar kom ik zo leg op uit. Ja, en deze woonkamer, ja, die is toch geweldig. Hij is ongeveer 45 vierkante meter groot. We hebben, zoals u daar ziet, een inpandig balkon. Ja, maar dat uitzicht, nou, dat heb ik u net al eventjes een aantal keer natuurlijk laten zien. Dit is echt helemaal te gek. Waar je ook zit, je hebt altijd uitzicht over een groot gedeelte van Leidendorp. Maar het leuke is, je hebt wel die connectie, of je bent wel verbonden met wat er beneden gebeurt. En dat maakt het ook zo gaaf. Hierachter, keuken. Hoekkeuken, diverse apparatuur, zoals u ziet. Hij is niet helemaal meer van nu, maar hij is dusdanig goed onderhouden dat hij zeker nog jarenlang mee kan. En het is gewoon een hele nette keuken. Gaan we naar boven toe. Grote ruime overloop, waarbij we door het schuine dak aan de voor- en aan de achterkant hebben twee slaapkamers. We beginnen aan de voorkant. Ja, gigantisch. U ziet er nu bedden staan, u ziet een klein kinderspeelhoekje. Heel veel bergruimte achter de knieschotten. Gaan we naar de achterslaapkamer. Nu ingedeeld als zijn de werkkamer. Maar alles bij elkaar gewoon ruim. Ook weer door de knieschotten, door de bergruimte die erachter zit. En op de overloop daar zit een tweede badkamer. Toilet, tweede wasmachine aansluiting, wastafel met een douche. Kortom, men hoeft niet de trap op of af om naar de badkamer te gaan, want we hebben er twee. Ik had u net al een klein beetje verteld. Het balkon. Gaan we nu naartoe. Want ja, dit blijft van dit appartement. Let even op het opstapje hier. Dit blijft natuurlijk echt geweldig. Ik denk niet dat ik hier heel veel aan hoef toe te voegen. Hoe relaxed is het om hier 's ochtends op welk moment dan ook lekker te zitten met een bak koffie. En gewoon te genieten. Dat ga ik trouwens ook doen. Gewoon eventjes kijken hoe relaxed dit is. Ik zie u graag heel snel bij de bezichtigingen voor tocht nummertje 25 in Leidendorp. Dag!